contracten zijn belangrijk. Nou, dat sluit mooi aan op het volgende onderdeel van Olaf Dame, van ProRail. Dus ook weer eens een organisatie vanuit een hele andere invalshoek, die met name dat aspect nader zal belichten. Dankjewel, Kees. Goedemorgen. Inderdaad, misschien wat iets vreemdere eend in de bijt als je het hebt over waterbodemwerk en baggerwerk. Heb wel ervaring met baggerwerk vanuit mijn vorige werkgever. Ben sinds 2 jaar bij ProRail bezig met contractvorming in het beheer en onderhoud. En daar wil ik aangehaald. Maar mijn item zal denk ik wat meer van toepassing zijn op beheer en onderhoud. Ik ga het met u niet hebben over meten is weten. Ik zal ook weinig ingaan over wat kunnen we nu met hoeveelheidsbepalingen. Want daar wil ik het juist niet met u over hebben. Waar ik het wel met u over wil hebben is hoe kunnen we nou de angel vanuit hoeveelheidsbepaling in. Hoe kunnen we die angel nou verwijderen om, aansluitend op de eerste presentatie van de branchevereniging, op een andere manier met samenwerking te komen en dus ook elkaar minder willen aftroeven op wat heb ik nu. Dan moet ik deze gebruiken volgens mij om naar de volgende te gaan. En ook Fred was daarmee even aan het worstelen. Er zitten 3 knopjes op. Ja, dat is het. Dit is waar ik baggervolumebepalingen toch wel een beetje van, nou, waar is het precies voor? Hoe kunnen we dat omvormen in een andere contractvorm? En de contractvorming waar ik het met u over ga hebben is het prestatiegericht contracteren. Verlangt van een prestatiegerichte opdrachtgever. Maar aan de andere kant, wat wordt er verlangd van een prestatiegerichte opdrachtnemer? Dan hoe doen we dat bij ProRail? Wij hebben niet zulke hele grote watergangen bij ons in het beheer. Maar langs het spoor ligt toch wel aardig wat spoorwatergangen. Die uiteraard ook onderhouden en gebaggerd moeten worden. En dan vervolgens kunnen we dat vertalen vanuit ProRail naar het beheer en onderhoud van natinfrastructuurprojecten en beheer en onderhoud. Nou, hoeveelheden van baggervolume. Waarom willen we nu met z'n allen weten hoeveel baggerspecie er ergens ligt? En waarom willen we, als we bezig zijn met het uitvoeren van een werk, nou zo graag weten hoeveel baggerspecie er verwijderd is? Waarom moeten we dat weten? Waar hebben we het voor nodig? Nou, enerzijds, met name als we het over saneringswerk hebben. Het is 1 januari 2015 geweest. Mag ik het nog steeds over saneren hebben? Ik geloof het wel, hè? Maar, of doen we niet meer aan saneren? Is het nu gewoon verwijderen van het verontreinigde baggerspecie? Maar goed, wettelijke verplichting. Je wil weten welke kwaliteit heb ik. Wat voor kwaliteit komt er vrij, zodat ik daar ook in het vervolgtraject wat mee kan doen. Bewijslast, dat is het punt waar het vaak om gaat, denk ik. Geld. Er is ingeschreven op basis van een x aantal kubus specie die verwijderd moet worden. En er is budget voor een x aantal kubus wat verwijderd moet worden. Wijkt dat van elkaar af, dan zitten we op de verkeerde manier met elkaar aan tafel, denk ik. Kwaliteit natuurlijk, had ik het net al even over. Monitoring, wat heb ik gedaan? Hoe ziet mijn watergang eruit? En hoe zag die eruit en hoe komt die eruit te zien? En een stukje kwantiteit. Hoe wil ik dat mijn natte infrastructuur eruit komt te zien? Wat vind ik belangrijk en wat vind ik niet belangrijk? De hoeveelheden baggervolume hebben daar met name een relatie mee. Misschien ben ik er nog wel eentje vergeten, maar dit waren volgens mij toch wel de belangrijkste. Nou, traditioneel, RW-bestek staat gewoon in hoeveel kub moeten verwijderd worden. Fred zei het net al, soms staat het bestek zelfs van hoe moet er gepeild worden. Waar moet de baggerspecie naartoe? Wat gebeurt er met die baggerspecie? Hoe wordt er betaald? Nou, op het moment dat we het contract opstellen op basis van metingen lijkt alles nog goed te gaan. En dat we tot uitvoering komen. En het is inderdaad zo dat we door een storm opnieuw baggerspecie in een al gebaggerd stuk hebben. Of anderszins er discussies komen over. Wat is nu meer en wat is nu minder? En dat meer en minder, dat hoeft niet per se het volume te zijn. Het kan ook meer en minder geld zijn, risico. Daar ontstaan dan de discussies over. En dat willen we niet volgens mij. Als je het op prestatiegericht doet, is op basis van het contract daar een
meer evenwicht in kan krijgen. Prestatie versus de inspanning die geleverd moet worden. Goeding die vergeven wordt vanuit de opdrachtgever ten opzichte van de kosten die de aannemer daarvoor moet maken. De vraag opdrachtgever versus de risico's die de opdrachtnemer daarmee loopt. Daar moet een goede hoeveelheid of een goed evenwicht in zijn. En dan zal de discussie ook veel minder over hoeveelheden gaan. En als het goed is, zijn de hoeveelheden dan ook in evenwicht met dat wat betaald wordt, dat wat de prestaties zijn. Een prestatiegericht opdrachtgever, want het vergt nogal wat van de marktpartijen. ProRail is hier nu ook 8 jaar mee bezig en we zijn er nog steeds niet uit met de opdrachtnemers. En opdrachtnemers zullen precies hetzelfde zeggen over ProRail. Die zullen zeggen, we zijn er nog steeds niet uit met de opdrachtgever. Want het vergt namelijk van alle partijen een andere dankwezen en een andere manier van het aanvliegen van je werk. Maar ik ben ervan overtuigd, als alle partijen daar oprecht en op een constructieve manier in willen samenwerken, dat er meer kwaliteit geleverd kan worden en dat er nog steeds heel veel geld verdiend kan worden. Opdrachtgever moet een prestatie gaan contracteren, dus niet een inspanning op. Hij contracteert een wens, een eis op lange termijn. Ik wil dat mijn infrastructuur, in ProRail is het zo van de treinen moeten altijd kunnen blijven rijden. En die moeten veilig en betrouwbaar en duurzaam kunnen blijven rijden. Dat is eigenlijk de hoofdeis die wij boven onze beheers- en onderhoudscontracten hebben neergelegd. Dat zou je voor watergangen dus ook moeten gaan verzinnen. Van wat zijn nou de eisen die ik aan mijn gebied, aan mijn hele waterstelsel voor nu en in de toekomst wil stellen. Zodat je die wensen kan vertalen naar prestaties die geleverd moeten worden. Nou, dat is de vraag die bepaald wordt. En die wordt dus echt bepaald door de opdrachtgever. Maar de opdrachtgever gaat niet bepalen hoe dat dan tot stand moet komen. Die geeft alleen maar aan, dit wil ik. En gaat er dus eigenlijk vanuit dat de andere kant van de markt voldoende kennis en kunde in huis heeft om daar een passende oplossing voor te verzinnen. En de andere kant, daar komen we dadelijk op, moet dan ook bereid zijn om wat risico's te nemen. Hij betaalt de geleverde prestatie en niet de inspanning. Het gaat helemaal niet meer om hoeveel kubes er verwijderd zijn. Dat zal de opdrachtgever een worst wezen. Die heeft gewoon een eis gesteld. En als die eis, als dat doel gehaald is, dan wordt er betaald. Nou, mocht de prestatie verbeteren. Waterkwaliteit is misschien een item wat hier wel voor toepassing is. De waterkwaliteit is beter als de gevraagde prestatie van de opdrachtgever. Dan zou er misschien een beloning kunnen zijn. Mindere prestatie, waterkwaliteit is toch minder. Dan zal er ook een boete, een intensive incentief systeem op losgelaten kunnen worden. Hij moet nog steeds handhaven. Er is dus controle nodig. Dus ik zeg ook niet dat hoeveelheidsbepalingen helemaal noodzakelijk zijn. Maar ze staan anders in discussie. Oplossing. En, dat kwam ook in de eerste presentatie al voor, vertrouwt de opdrachtnemer in de oplossing die is aangedragen. En dat is echt wel een, nou dat is voor sommigen nog best lastig, dat je daarmee los moet laten. Die levert gewoon wat hem gevraagd wordt. Er wordt een prestatie gevraagd en die moet geleverd worden zonder discussie. Punt, dit is wat je moet doen en wat je ervoor moet doen, dat mag je zelf verzinnen. De prestatie moet gewoon geleverd worden. Factureert op basis van geleverde prestaties. Is in ons geval wordt er gefactureerd, we hebben gewoon een vast maandbedrag. En dat maandbedrag wordt afhankelijk van de contractduur wordt dat gewoon uitbetaald. Er is ook geen discussie over welk bedrag dat is. Het is steeds het vaste bedrag. En daar zitten dan nog wel wat variabelen in. Daar kom ik zo even. Als een risico zich voortkomt in een prestatiegericht contract, dan is de opdrachtnemer eigenlijk te laat. Want alles in het werk stellen, in de railinfra is het in ieder geval zo, om te zorgen dat die risico's niet voorkomen komen. Als je ergens heeft verzonnen dat er een boutje in het spoor los kan komen te zitten doordat er een bepaalde activiteit plaatsvindt, dan moet hij dus zorgen dat het boutje niet los kan komen. En hij is te laat op het moment dat het boutje los gaat zitten. Hij wordt beloond voor een betere prestatie. Dat is, sluit aan op de bonus-malus systematiek. Er loopt risico bij een mindere prestatie. Dat zal hem gewoon geld gaan kosten of in sommige gevallen kan hem dat ook het contract kosten. En hij toont periodiek, en die bewijslast ligt met name bij de opdrachtnemer, dat de prestatie heeft behaald.
1997 zijn eigenlijk de eerste concrete stappen genomen tot het prestatiegericht controleren. 2002, ik begreep dat Rijkswaterstaat er nu alweer een beetje vanaf aan het gaan is, maar is in Rijkswaterstaat een prestatiebestek geschreven. Ruim hiervoor zijn we al prestatiegericht geweest. De brug bij Culemborg, spoorbrug bij Culemborg, ik weet niet of iemand van die kent. Die is aangelegd in 1855. Een opdrachtgever, dat was denk ik toen NS, heette het toen al NS, heeft gewoon gezegd: bouw een brug en die brug moet van staal zijn. Punt. Nou, dat is dus het leveren van een prestatie. Dus ook in 1855 werkten we al met prestatiegerichte contracten. Nou, aanleiding waarom je prestatiegericht wil contracteren is omdat je een en ander wil vereenvoudigen en de contractbeheer minder discutabel wil maken. Waarom wij als ProRail dit aan het doen zijn, is omdat we in 2008 geconstateerd hadden dat de discussie die we hadden met de aannemer steeds alleen maar gingen over geld en de geleverde inspanning. En nooit over wat had de aannemer nou precies gedaan en wat heeft de aannemer nu voor positiefs en wat heeft hij voor negatiefs aan het spoor bijgedragen. Nou, daar wilden wij gewoon vanaf. Wij wilden een andere discussie met de aannemer. En dat kan alleen maar doordat je elkaar gaat aanspreken op andere aspecten. Nou, de prestatie die je dan vraagt, daar zal in waterbodemland nog heel goed over nagedacht moeten worden, denk ik. Hebben over, ik wil dat je 10.000 kubieke baggerspecie van die en die kwaliteit vraagt. Maar je zegt gewoon van ja, als je beheer en onderhoud hebt, ik heb dat gebied, dat moet zoveel water kunnen afvoeren. Of daar mag nooit een overstroming plaatsvinden. Of het waterpeil mag nooit hoger zijn dan die en die meters, et cetera, et cetera. Nou, en hoe de aannemer dat gaat oplossen, dat mag hij helemaal zelf weten. Nou, dat. Spiekbriefje erbij. Hoe doen we dat bij ProRail? Want het vergt nogal wat, ook in de voorbereidingfase van het bestekvorm. Met name met de contractvorming en de aanbesteding van die contracten bezig. Zo duidelijk mogelijk gevraagd hebben. Ik heb het contractboekje niet. Ons contract. Daar zitten allerlei specificaties en eisen in. Het spoor is natuurlijk iets meer als gewone watergang. Er zitten een heleboel verschillende aspecten in. Maar wij. Van tevoren denken wij heel goed na over welke prestatie willen we nu hebben. En dat gaat van het hobbelen van een trein tot het vastleggen van de boutjes en moertjes in de infrastructuur. Maar ook het waterafvoerend vermogen van onze sloten. Nou, er moeten prikkelende incentives worden verzonnen. Bonus-malus systeem maakt onderdeel uit van ons contract. En we willen dus dat bonus-malus systeem helpt om de aannemer te prikkelen om een betere prestatie te leveren als dat wij daadwerkelijk vragen. Want hoe beter het spoor erbij ligt, hoe tevredener onze klanten zijn en hoe beter wij het als ProRail dan ook doen. Nou, er moet voldoende info in de contactfase zitten. Dat is vaak nog wel een probleem. Van tevoren goed inventariseren wat zit er in het gebied. Het zal voor waterschappen precies hetzelfde zijn. Van tevoren precies weten wat hij op zijn bordje krijgt. Hoe ziet dit gebied eruit en hoe moet het eruit zien? Want op basis daarvan kan hij gaan inschatten welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden en om te komen tot prestatie. Een contractduur, in het ene geval zal dat een jaar zijn, in het andere geval zal dat 10 jaar zijn. Het moet goed over. Hele nieuwe ideeën komen. Dan zeg je, nou, ik heb nu een fantastisch meetsysteem of ik heb een fantastisch baggervoertuig. Dat moet beloond worden, want hij moet wel geprikkeld worden om daarmee te komen. Je kan bijvoorbeeld baggerspecie op stroom zetten, zodat de baggerspecie weggaat. Nou ja, als dat past binnen de prestatie die gevraagd wordt, nou ja, dan is dat misschien veel beter als gewoon het weghalen van de baggerspecie door middel van een conventionele baggermethode, om maar iets te noemen. Meest voordelige inschrijving, dus dat betekent prijs. We hebben 4 aannemers die mogen inschrijven, want je moet wel gecertificeerd zijn binnen ProRail. Dan hebben we overeenkomst, specificaties, dat is het dikste deel van het contract. Wat willen we precies? Overzicht van afwijkingen,
doen we met afwijkingen? Hoe zit het bonus-malus systeem in elkaar? Dus wanneer word je beboet? Wanneer word je beloond? Hoe groot zijn die boetes en die beloningen? Uiteraard volgens de inschrijvingsdocumenten. Neem maar aan de zet. Even. Die moeten op basis van het dossier een risicoanalyse doen. Die moeten het gebied gaan analyseren. Die moet eventueel vernieuwingen in het gebied die nodig vindt om te komen tot de prestatie, moet die natuurlijk in zicht hebben. Die moet risico's op het nemen van bonus malus. Hij moet denken, nou, als ik dit doe, dan heb ik misschien een heleboel malus. Dus dan kan ik lager inschrijven of hoger inschrijven. Of ik methodiek, dus dan kan ik wat lager inschrijven. Dat is natuurlijk bij de aanbesteding altijd gunstig. Moet onderhoudsplannen opstellen en moet vervolgens daarmee zijn prijsvorming maken. Wij gunnen op basis van het maandbedrag wat wordt ingediend. Degene met het laagste maandbedrag scoort het beste. Aangevuld met een aantal MV-scores op kwaliteit en kwantiteit. Nou, en het bedrag wat de aannemer indient bij ons, en dat zal denk ik bij de meeste onderhouds- en beheerscontracten zo kunnen zijn, is afwijkingsvrij. Je krijgt een gebied en in dat gebied zitten misschien een heleboel afwijkingen waar je niet zo blij mee bent. De aannemer, de opdrachtnemer, moet dus ook in staat gesteld worden om die afwijkingen op te lossen. En daar moet hij ook gewoon voor betaald krijgen. Dus heeft de aannemer 6 maanden de tijd om alle afwijkingen, en ik kom dadelijk even terug op afwijkingen, die er in het gebied aanwezig zijn, weg te halen. Daar krijgt hij gewoon betaald voor. En na die 6 maanden gaan wij als ProRail pas handhaven op de afwijkingen die dan nog in het gebied aanwezig zijn. Dus dat is een groot onderdeel van de aanbieding. En vervolgens dan gewoon aanbieding en de condities waaronder hij zijn werk kan uitvoeren. Degene met de laagste prijs afwijkingsvrij maken, dat is een aanzienlijk bedrag, dus die telt zeker mee in de gunning. De beste condities en de beste risicobeheersing, want daar beoordelen wij op. Wij beoordelen dus niet op wat die aannemer doet, maar wij beoordelen de aannemer wel op. Heb je goed nagedacht over je risico's en heb je heel goed risico's gedefinieerd en je organisatie zo ingericht dat je de risico's ook gedurende de 10 jaar, als je het over een 10 jaar contract hebt, voldoende kan beheersen. Nou, degene die daar het best op scoort, dat is de economisch meest voordelige inschrijving. En die krijgt van ons dan gewoon de opdracht. Dan gaan we aan de slag. De eerste 6 maanden, dan voeren we de bovenste 4 uit. Afwijkingsvrij maken, had ik het net al even over. De aannemer heeft dan de kans om alle dingetjes die niet goed zijn in het om te komen tot de prestatie op te lossen. Hij gaat zijn FMEKA, is eigenlijk het backbone van zijn werk, opstellen. Dus hij gaat daadwerkelijk een faalboomanalyse opstellen van nou oké, zo moet het eruit zien. Daar stelt hij zijn onderhoudsplannen op vast. En dan gaat hij aan de slag met het inrichten van zijn beheers- en onderhoudsorganisatie. Aannemer 6 maanden de tijd voor. En dan moet hij daadwerkelijk aan de slag met het regulier onderhoud. Tijdens het onderhoud dingen tegenkomen. Hij mag gewoon innovatie doorvoeren. Hij mag zelf weten hoe en op welke wijze hij het onderhoud uitvoert. Dan komt hij om 12 uur 's nachts. Nou, hij zit bij ons wel met treinvrije periodes natuurlijk. Hij mag het niet doen als er een heleboel treinen. Maar voor de rest maakt het ons niet zo heel veel uit wat hij wanneer doet. Wat wij wel belangrijk vinden is dat hij innovatief aan de slag gaat. Dus continu alert blijft op verbetering in infrastructuur. En zoveel mogelijk doet om de risico's op afwijkingen te voorkomen. En wat ik net al zei, de aannemer is te laat op het moment dat een afwijking zich voordoet. En daar wordt hij dus ook gewoon voor beboet. En hij moet zelf door middel van voortgangsrapportages aangeven wat hij heeft gedaan om de risico's te beheersen en afwijkingen te voorkomen. Hij hoeft van ons dus niet iedere maand aan te geven wat hij heeft gedaan. Hij moet wel iedere maand aangeven welke afwijkingen zijn er in het gebied aanwezig geweest. En wat heb ik gedaan om een volgende keer te voorkomen dat die afwijking zich voordoet. In waterbodemland zou je dus kunnen zeggen, nou, ik heb daar een keer een veenopbarsting gehad omdat ik heb gebaggerd. Nou, prima, dat kan een afwijking, die kan een keer voorkomen. Dan willen wij graag zien, en wat ga je nou de volgende keer doen om te voorkomen dat die veenbodem weer opbarst. Dus de aannemer moet daadwerkelijk zelf ook denken van, hey, foutje gemaakt, hoe ga ik dat foutje de volgende keer voorkomen? Waterbodems bij ons in het contract, dat is maar een heel klein deeltje van het dikke boekwerk. Dat ziet er ongeveer zo uit.
Er staat niks over hoeveelheden in. Het enige wat wij zeggen is dat de infra moet in bepaalde condities zijn. En dat is in de meeste gevallen, is een generieke, gewoon de waterschapskeur. Zorg dan altijd voldoen aan het keurprofiel. Waterspiegel, aantal sloten die gelden bij ons als baanafscherming. Dat betekent dus dat er mensen niet zo heel makkelijk overheen moeten kunnen. Dus er mag niet gesprongen worden. En als je springt, dan moet je in het water terechtkomen. Dus dan zeggen wij gewoon, nou, moet de waterspiegel ten alle tijde 3,1 meter breed zijn. 3,2 is ook goed. 3,5 meter is ook goed. Dat mag de aannemer zelf weten. Als hij maar nooit smaller is dan 3,1 meter. En hij moet altijd water af kunnen voeren. Nou, meer zeggen wij niet. En de aannemer denkt, nou ja, ik heb hier een watergang en ik heb hier een contract van 10 jaar. Dan moet ik één keer iets doen. Vinden wij dat helemaal prima. Als je denkt van ik heb hier een watergang, dat is toch een wat ander gebied, wat veniger en wat andere dingen. Dan moet ik iedere maand een keer komen. Ook prima. Nou, hoe handhaven wij dat? Wij handhaven, zoals ik dat al zei, op basis van afwijkingen. En een afwijking is een manco tussen de situatie in het veld en de prestatie zoals wij die gevraagd hebben. Een afwijking van ons, wij hebben bijvoorbeeld een eis in het spoor, dat de spoorspatting, dat is de afstand tussen de twee spoorstaven, die is flexibel. Als het warmer wordt, zet staal nou eenmaal iets uit en als het koud wordt, dan krimpt het iets. Daar zit een bepaalde marge tussen en wij hebben gezegd, van nou, die marge mag een x aantal millimeters ten opzichte van een vaste maat zijn. Nou, als wij een keer een afwijking constateren dat die millimeters groter zijn als de prestatie-eis die wij vragen, betekent dat een afwijking van één van onze prestatie-eisen en dan betekent dat gewoon dat we de aannemer daarop gaan aanspreken. Afwijkingen zijn bij ons ingedeeld in verschillende gradaties. Een afwijking die niet verstorend is voor het treinverkeer, dat vinden we niet zo heel erg, maar we tellen ze wel bij elkaar op totdat we er een x-aantal hebben en we zeggen ja, nu is genoeg geweest. Verstorende afwijkingen, die vinden we wat minder leuk, omdat dan de klant ook last heeft en dat komt direct bij de minister terecht en dan krijgt ProRail het weer op zijn bordje. Dus die vinden we wat minder leuk. Dan hebben we nog verstorende afwijking met incidenten in het spoor hebben. Dus als er ergens een veiligheidsrisico, ontsporing of wat dan ook, dan vinden we dat erg. En vervolgens heb je dan ook nog eens een afwijking die daadwerkelijk een risico of een gevaar, een veiligheidsincident heeft veroorzaakt, een ontsporing. Bijvoorbeeld vorig jaar de ontsporing bij Hilversum. Dan zijn we helemaal niet blij. En ons bonus-malus systeem is dus ook gebaseerd op de verschillende gradaties in afwijkingen. Een afwijking die niet verstorend werkt, zal minder snel tot een boete leiden, tot een afwijking waarbij daadwerkelijk een ontsporing heeft plaatsgevonden. En dat scheelt tussen 0 euro boeten tot het kwijtraken van het contract. Nou, hoe handhaven we dat op het gebied van baggervolumes? Dat doen we met kwaadschouwbrieven. We hebben gezegd, nou ja, als we kwaadschouwbrieven hebben, voldoe je dus niet aan de leggermaten van het waterschap. Dus dat is een afwijking. Klachtenregistratie, melding overlast, inspecties buiten. Vaak op zicht, maar soms voeren we ook metingen uit bij. Dan meten we dus niet hoeveel baggerspecie er verwijderd is, maar dan meten we gewoon hoe diep is de watergang en wat zou die moeten zijn. Nou, wanneer er geen klachten of negatieve inspectieresultaten of geen kwaadschouwbrieven zijn, dan is het prima. En dan mag de aannemer gewoon doen wat hij moet doen. Als afronding, aanbesteding is hiermee belangrijk, want daar staat of valt het wel mee. Het contract moet zo zijn dat er ook daadwerkelijk samengewerkt kan worden. Want als je pas probeert samen te werken nadat het contract al is aanbesteed, dan ben je volgens mij te laat. Goed nadenken als opdrachtgever wat je wilt. Je eisen, je prestatie-eisen. Daar moet je echt goed over nadenken voordat je die op de markt zet. Opdrachtgevers moeten zich echt beperken tot het vragen van een prestatie en niet het voorschrijven van de oplossing. Gaat een beetje in tegen wat Fred net zei, want Fred zei net van ja, misschien moeten we voorschrijven hoe er gemeten moet worden. Nou, bij beheer en onderhoud in dit geval lijkt me dat wat minder passen. Opdrachtnemer die neemt daarin wat meer risico's, die moet hij ook echt afprijzen, want hij moet wel voorkomen dat de risico's die hij neemt hem straks heel veel geld gaan kosten. Resultaat is conform de eis. Het moeten meetbare eisen zijn.
Want als je geen meetbaar ijs hebt, heb je discussie over de afwijkingen. En je moet goed nadenken over contractduur. Is dit bij projecten van toepassing? Soms wel, meestal niet, denk ik. Is dit bij beheer en onderhoud van toepassing? Jazeker, denk ik. Nou, nog even afsluitend. Het enige wat een waterschap of een hoogheemraadschap zou moeten doen is onderhoud watergang op locatie X, zodanig dat het voldoet aan norm Y. En zeg je dus niet, haal 10.000 kuub weg. Nou, je moet dus echt denken van, nou, hoe wil ik het dat het eruit ziet en niet wat moet er geleverd worden. Dat was hem. Dank. Ik kan me voorstellen dat dat tot heel veel discussie leidt. Van ja, moet je dat nou zo wel willen doen? Dat was mijn bedoeling. Ja, maar dat doen we niet nu. Maar is er nog wel een vraag? Dingen die heel duidelijk waren. Ik kom even naar u toe. Moment. Ik wil de vraag stellen hoe u tot beslissing bent gekomen. En daar... Dus u heeft op strategisch niveau een besluit genomen om niet meer op hoeveelheden te meten, maar u gaat naar het functioneren van een watersysteem toe. Voor aanbieders dat zij het watersysteem moeten doorrekenen. En als u 5 aanbieders vraagt om dat te doen, betekent dat dus dat er 5 keer dat doorgerekend moet worden. Daar zitten dus kosten aan verbonden. Ik vraag me dus af hoe u in die strategische afweging daarmee bent omgegaan. Want u gaat een heel ander kostenplaatje gaat u creëren. En waar liggen dan de voor- en de nadelen? Want als ik kijk wat zoiets kost, het doorrekenen van een gebied, nou, dan praat je al gauw over een paar ton, maal 5 of zo. Als u 5 aanbieders hebt, dat is 500.000. Ja, en die maatschappelijke kosten moeten toch op de een of andere manier terugkomen. En met name die afweging zou ik graag van u willen horen. Wij werken met tendervergoedingen. In de aanbesteding dus, die zullen niet 500.000 zijn, maar die zijn wel aanzienlijk. En met die tendervergoeding hopen we dat de aannemer inderdaad voldoende in staat is om het gebied te inventariseren en te komen wat hij moet doen om de prestatie die gevraagd wordt te kunnen leveren. De aanleiding dat ProRail naar prestatiegericht contracten over is, wat is feitelijk vraag, is eigenlijk ProRail. Wij kopen in. En wij waren van mening dat de wijze waarop onze prestatie tot stand kan komen, dat de kennis van de markt, die hebben we daarvoor nodig. De kennis van de markt bij de aannemers is groter als de kennis die ProRail heeft. Vroeger was het NS één organisatie, beheer en onderhoud zat allemaal bij de organisatie zelf, dus toen konden we het allemaal zelf. Dat is inmiddels niet meer zo, wij geven gewoon, wij weten wat we willen, maar we weten niet wat we moeten doen om de wens te realiseren. Wie dat wel weet, dat zijn de aannemers, dus op die manier willen we de aannemers ook graag inzetten en hun zelf ook laten nadenken over wat moet er nu gebeuren om deze eis te halen. Dat is daadwerkelijk de reden waarom we tot prestatiegericht contracteren zijn overgegaan. En ja, dat vergt in de voorbereiding heel wat meer inzet van de aannemer. Daar ben ik gelijk met u eens, want de aannemer wil natuurlijk wel graag weten, als ik dit ga doen in dit gebied en voor waterbodems geldt dat idem dito als voor railinfrastructuur, hoe ziet het gebied er nu uit en wat kan ik allemaal verwachten, wat zijn de risico's? Daar heeft hij tijd en geld voor nodig. En bij de aanbesteding geven we hem daar dus ook tijd voor en vergoeden we hem daarvoor ook door middel van een tendervergoeding. Is dat voldoende? Bedankt. Ik stel voor dit af te ronden, we zijn ook iets uitgelopen. We hebben straks ook nog discussie, dus bedankt Olaf nogmaals. We hebben nu pauze.